De Surinaamse economie is in de afgelopen 50 jaren gegroeid, maar de sociale vooruitgang is niet parallel daaraan gelopen. Dit haalde econoom Jim Boussaid gisteravond aan bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES. Hij gaf aan dat slecht overheidsbestuur gedurende een groot deel van de afgelopen 50 jaar hieraan ten grondslag liggen. Ook geeft hij aan dat de hedendaagse problemen niet moeten leiden tot apartheid, negativiteit of afzijdigheid. De situatie moet volgens hem creativiteit stimuleren om tot oplossingen te komen. En er liggen goede kansen voor ons land als we de juiste dingen doen met de juiste mensen op de juiste plaats. De VES dient daarbij een voorhoede rol te vervullen en goede dialoog met de beleidsmakers, die ook ruimte moeten geven aan de professionals die niet met de politiek te maken willen hebben. We hebben politici nodig in verband met de omvang, samenstelling en kwaliteit van onze collectieve goederenvoorziening, die samen met onze individuele goederenvoorziening bepalend zijn voor ons welvaartsniveau. Laten de politici deze nobele taak niet vergeten en samen met de bevolking oppakken. Er zijn grote problemen binnen de Surinaamse economie en er komen nieuwe op ons af, zoals recentelijk kostpoesinflatie en stagflatie, een complex economisch vraagstuk dat een specifieke, niet klassieke beleidsreceptuur vereist. Een reset van het IMF-programma is dus volledig op haar plaats. Het is nuttig daarbij de VES te betrekken. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat de relatie tussen de VES en de regering vruchtbaar moet zijn. Hij stelde voor dat de VES naast de reguliere kritiek nu ook intensief gaat participeren in belangrijke economische beleidsactiviteiten. Zoals de uitvoering van het herstel, als ook het sociaal programma dat nu een hogere prioriteit gaat krijgen. Deze oproep wordt gedaan omdat ons land niet de luxe heeft van de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd kader. En door intensieve participatie zou de VES een substantieel bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Stimuleert u ook mensen uit uw gelederen om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen bij het herstelwerk van de regering als het gaat om economie en financiën. Ik sta daar open voor. De president gaf tenslotte aan dat de ondersteuning van de VES niet in de vorm van een minister van Financiën en Planning hoeft te zijn. Echter is het invullen van deze positie wel dringend. De VES heeft volgens het staatshoofd vele potentiële kandidaten. De president beloofde om samen met de VES een detailbriefing te houden over het herstelprogramma.